Ik heb heel lang niet op het veld gestaan met een groep. Dus dat is onwennig. Dat is echt lang geleden. Voor de zomer zelf, denk ik. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd heel fijn en heel leuk omdat je weer een nieuwe stap maakt in je revalidatie. Omdat je heel lang alleen traint. En dan kan je vertellen dat is niet het leukste wat er is. En zeker niet als je gewend bent om altijd met een groep te trainen en altijd met een groepsproces bezig te zijn en dingen samen te beleven. En als je dat dan helemaal alleen doet en afgesloten van een groep, ja, dan kijk je wel uit naar het moment dat je weer met een groep mee mag doen. Ja. Wanneer was je laatste wedstrijd eigenlijk? Ja, ik weet niet de precieze datum, maar ik geloof dat het half april was in ieder geval. En dat was ADO uit, dat weet ik nog wel. De gasten, moet ik zeggen, blauw of geel? Blauw, geel of geel. Dus ja, je bent wel een beetje dat gevoel kwijt. En het leukste wat ik vind aan voetbal is dat je dingen samen beleeft. Dus hoogtepunten en dieptepunten. En dat heb ik wel echt gemist. Dus het winnen van een wedstrijd in de laatste minuut. Of ook de teleurstelling heb ik eigenlijk wel gemist. Dus ook een afstraffing meemaken of een goal tegenkrijgen in de laatste minuut. Een trainingspartijtje winnen. Zulke dingen, dat heb ik echt gemist. Dus echt de emotie die in de sport zit, zeg maar, dat samen beleven. En een schot van Brama, de captain van Twente. De blessure die was zo aan het voortkabbelen, zeg maar, dat ik niet echt een datum had waarop ik weer fit zou kunnen zijn of een doel had waarna ik naartoe kon werken. Dus dat heeft mij wel echt, dat was een mindere periode, zeg maar. En eigenlijk was dat de periode voor mijn operatie, dus tot en met oktober. En die periode was het minst leuk en het meest zwaar, omdat je elke keer hoop krijgt van een therapeut of van een dokter. En daarna eigenlijk de teleurstelling dat het niet gewerkt heeft. En ja, met het idee dat het misschien dan weer niet geholpen heeft en je weet niet waar het naartoe gaat. Dus dat was voor mij de zwaarste periode. En nu? Ik heb nu een klein gedeelte met de groep mee gedaan en alleen een positiespelletje en een warming-up. Dus ja, de volgende stap is dat ik dat meer dagen achter elkaar ga doen, want dat ga ik nu nog niet doen. En daarna ook de partijspel en die vormen gaan meedoen, dus echt 100% trainen en dat heb ik nog niet gedaan. Nou willen mensen graag altijd een soort tijdspad weten. Hè? Mm-hmm. Heb je voor jezelf een datum voor ogen waarvan je denkt van nou, of een wedstrijd waarvan mm-hmm. je denkt van nou, dat zou misschien een. Toevallig vroeg vanochtend iemand aan mij of ik al een wedstrijd voor ogen had waarin ik wou spelen. Maar dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb wel ongeveer een datum in mijn hoofd wanneer ik weer fit wil zijn. Maar die heb ik in mijn eigen hoofd en die hoeft niet iedereen te weten. Omdat ik dan weer denk van ja, dat kan weer tegenvallen voor later. Het elftal heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld zonder jou, is zonder jou verder gegaan. Het is ook een heel ander elftal nu wat er staat dan het elftal waarin jij je laatste wedstrijd hebt gespeeld. Hoe kijk je daar tegenaan? Daar sta ik heel open in eigenlijk. Het enige wat ik kan doen en waar ik invloed op heb is dat ik fit word. Dat ik nog fitter word dan ik nu ben, nog speelklaar ben dan ik nu ben. En voor de rest kan ik niet zoveel doen. Dat ligt niet buiten mijn bereik. Dus het enige waar ik invloed op heb is dat ik mezelf zo fit mogelijk maak en zo goed mogelijk prepareer om weer te kunnen spelen. Ik heb besloten, ik zal wel gelijk met de deur in huis vallen, om na dit seizoen te stoppen met betaald voetbal. Mijn laatste jaar is eigenlijk wat minder succesvol geweest. Maar misschien heb ik dat wel nodig gehad om bij dit besluit te komen. Hoe heb je gekeken naar het moment waarop Peter Wisscherhof en Sander Bosker afscheid namen? Of hun afscheid aankondigden eigenlijk? Ik wist dat ze dat gingen doen. Ik had natuurlijk met die jongens al over gesproken. Maar ik zag toch dat ze het wel moeilijker mee hadden dan dat ze het eigenlijk van tevoren hadden ingecalculeerd. En ja, ik vond het ook wel een mooi moment, maar ook wel heel moeilijk om te zien. Omdat ik denk als je zo lang profvoetballer bent en je spreekt dan uit dat je gaat stoppen met voetbal, dan komt het wel binnen bij jezelf, denk ik. En dat zag ik bij die twee heel goed. Dus het deed mij nog meer beseffen om te genieten van de jaren die je hebt. En daar zitten de routiniers. Dit zijn twee jongens waar ik veel meer over, veel meer samen ben. En Peter sowieso, die sinds zijn komst eigenlijk veel meer samen ben geweest en veel lol mee heb gehad en ook veel meer meegemaakt. En eigenlijk altijd mee op de kamer heb geslapen en eigenlijk is die niet van mijn zijde verwijderd. En Sander heb ik ook veel meer meegemaakt. Eigenlijk sinds ik bij Twente speel is hij daar ook. En ik ben heel blij dat ik met hun heb gespeeld en ook wel trots dat ik met hun gespeeld heb. Alleen ze gaan nu wel weer stoppen. Dus dat zal wel voor mij een kleine leegte achterlaten.